De rehabilitatie van de Martin Luther Kingweg en de Afobakkaweg is in volle gang. Dat meldt het Nationaal Informatie Instituut in een persbericht. Minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWTNC, heeft recent een bezoek gebracht aan het project. De aanleg van de weg valt onder het Dalian 4-project. De minister is enorm tevreden over het verloop van het project. Er zal ook een brug worden gebouwd, gezien er ook zwampen voorkomen in het gebied. Het ligt in de bedoeling om de weg in 2019 op te leveren. Met de aanleg van deze weg zal het verkeer over de Indira Gandhiweg minder druk worden. De weg wordt naast rijbanen ook voorzien van voetpaden en rijlooppaden.